De avonturen van Roeland de Kasplant. Vandaag viert Roeland met zijn vader de overwinning van hun favoriete voetbalclub, Stormvogel Telstar. Yes! 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 Afgelopen! 1-0! 1-0! Ze zijn al sinds jaar en dag fan van de club. De vader van Roeland droomde er ooit van, toen zijn vrouw in verwachting van Roeland was, dat als hij een zoon zou krijgen, deze dan spits van Telstar zou worden. Dat is er nooit van gekomen. Roeland bleek ongeschikt voor het beoefenen van een sport. Zijn bottenstelsel is poreus. Ook de conditie van zijn centrale zenuwstelsel laat voor het actief beoefenen van sport nogal te wensen over. Voor denksporten hebben ze Roelands interesse nooit weten te wekken. Dat geeft niks hoor, Roeland. Blijf jij je clubpie maar trouw. Hup, Stormvogel Telstar.